Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we reageren op de lang verwachte trailer van Guardians of the Galaxy. Ik had dat al een tijdje geleden aangekondigd, maar vandaag gaan we het echt doen. Ik denk dat jullie net zo hyped zijn als ik, dus laten we snel gaan kijken. Dit wordt natuurlijk het allerlaatste en het derde deel van The Guardians of the Galaxy. Nadat ze voor zijn gekomen in het eerste en het tweede deel van Guardians of the Galaxy. Toen in Avengers Infinity War, in Avengers Endgame. En toen nog in Thor Love and Thunder. En daarna nog in The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Is het nu eindelijk tijd voor de derde Guardians of the Galaxy film. En we gaan meteen samen kijken naar de trailer. I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I formed the Guardians. Laten we beginnen met het meest opwindende nieuws. We krijgen een achtergrondverhaal voor Rocket. Ik ben super benieuwd wat James Gunn in petto heeft voor dit geweldige karakter. Rocket is altijd al mijn favoriete karakter geweest. En daarom denk ik dat hij eindelijk alles op film krijgt wat hij altijd al verdient. En daar ben ik super benieuwd naar. Met a girl, fell in love. That girl died, but then she came back. Came back a total dick. Oh, please. En dan hebben we natuurlijk Gamora. Ik ben super benieuwd wat zij te bieden heeft in deze film, aangezien ze opeens terug is. En ik denk natuurlijk dat de film ook een soort van gaat centeren om de relatie tussen Peter Quill en Gamora. Dus ik ben daar super benieuwd naar. He left out some important information, but that is the gist of it. My sacred mission is to create the perfect society. En laten we dan nu ook nog eens even praten over de schurken, de bad guys in deze film. Je hebt natuurlijk de High Evolutionary en je hebt Adam Warlock. Ik kan niet wachten tot we deze karakters allebei op het grote scherm zien verschijnen. Het zijn natuurlijk pas enkele van de bad guys die we kunnen verwachten. Maar dat laat al wel echt zien wat ze in petto hebben voor deze film. En ik hoop niet dat alle karakters meteen na deze film verdwijnen uit het universum. Maar misschien dat ze nog terug kunnen komen in nieuwe projecten. Vooral van Adam Warlock hoop ik dat heel erg. Omdat hoe hij altijd is opgehyped en hoe hij ook iets in de stripboeken is het gewoon een super cool karakter. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. I want you all to know that I'm grateful to fight beside my friends. En natuurlijk ben ik ook super benieuwd naar alle andere karakters in deze film. Drax, Mantis, Groot, Peter Quill zelf. Ze zullen allemaal van de partij zijn. Ik zag zelfs dat Kraglin voorkomt met een grote vin op zijn hoofd. En Cosmo de Space Dog, die geïntroduceerd is in de Guardians of the Galaxy Holiday Special, krijgt ook een rol in deze film. Dat vond ik zelf jammer, want ik vind het echt helemaal geen tof karakter of zo. Maar ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Incinerate them. We were always searching for a family until we found each other. Are you ready for one last ride? Fly away together into the forever in a beautiful sky. Als laatste, ik denk dat Guardians of the Galaxy 3 een hele goede afsluiting kan zijn van dit team in het Marvel Cinematic Universe. Het is natuurlijk altijd triest om afscheid te nemen van zulke superleuke karakters. Maar ik denk dat James Gunn het wel echt probeert te doen op de beste manier mogelijk. Dus we zullen zien wat we in mei kunnen verwachten. Since you've been gone.
was that you were in love with? It sounds more like her. Her? Do not bring me into this. Don't even. Knock it off! What? Just never noticed how black your eyes were. They were replaced by my father as a method of torture. He picked a pretty set. Dat was mijn reactie op Guardians of the Galaxy volume 3. Ik kan niet wachten om deze film te zien en ik denk dat jullie ook niet kunnen wachten om deze film te zien. Als je hem gaat kijken naar aanleiding van deze video, laat me dan zeker weten. Laat me weten wat jouw verwachtingen, wat jouw voorspellingen zijn voor Guardians of the Galaxy 3. En dan zie ik jullie heel snel bij een volgende video, waarin we waarschijnlijk gaan reageren op de trailer van Spider-Man Across the Spider-Verse. Stay tuned. En tot ziens, tot later. We're looking for the legendary Kevin Bacon. We're looking for the legendary Kevin Bacon. I just said that, Drax. But your voice is small and mousy. I think maybe he didn't hear you. You're coming with us. That's a Christmas present.